Marco Minnaert, tot dit seizoen lid, tot en met dit seizoen lid van het Rabobank Giant Offroad Team. Vanaf je 9e heb je aan mountainbike gedaan. Je bent nu 22, maar je wisselt naar het Continental Team. Marco, kun je eens vertellen waarom? Omdat ik me toch als wielrenner verder wil ontwikkelen. Het is altijd mijn droom geweest om van het fietsen mijn beroep te maken. En als ik dan reëel voor mezelf ben en naar de toekomst kijk, dan denk ik toch en hoop ik dat mijn toekomst op de weg ligt. En wil ik het graag gaan proberen dit jaar. Wanneer is die keuze, wanneer is dat besluit gevallen voor je? Eigenlijk al vrij snel na het WK werd ik benaderd. En toen binnen een week, anderhalve week was het eigenlijk rond. Dus toen Piet mij belde van of ik dit wilde doen, was de keuze niet echt moeilijk. En heb ik snel het besluit genomen. Je hebt de afgelopen jaar heb je al wat vaker op de weg gereden. Zo is denk ik ook dat besluit ontstaan. Ja, klopt. Is er een bepaald moment geweest dat je dacht van nou, op de weg kan ik ook goed uit de voeten? Nou, dat was toch wel vorig jaar toen ik het NK op de weg meedeed en daar een goede uitslag voor mezelf neerzette. Toen dacht ik wel van misschien zit er toch nog wel meer in. En als ik de kans zou krijgen, dan zou ik het graag doen. En dat is nu op mijn pad gekomen. En in het mountainbiken waren je prestaties niet toereikend? Of in ieder geval niet zodanig dat je dacht van hier kan ik de top halen? Nou ja, afgelopen jaar viel voor mezelf heel erg tegen. En ik weet wel, ik hoop ook wel dat het beter kan dan afgelopen jaar. Maar als ik dan zie wat ik tekort kom en vooral op de techniek ten opzichte van de toppers, dan is die weg echt heel lang. En dan zie ik mezelf niet zo 1, 2, 3 op een wereldbekerpodium staan. En wat verwacht je op de weg? Wat ik kan verwachten vind ik nu heel erg moeilijk, omdat ik... Het meeste is nieuw voor me. Ik hoop dat ik me goed kan ontwikkelen in de etappekoersen. Dat ik daar een goede tijdrit neer kan zetten en met de beste klimmers mee omhoog kan. Dat zijn eigenlijk een beetje mijn doelen voor volgend jaar.